Programma Frans Bauer in China naar het land van de reizende zon en vielen van de ene verbazing in de andere. En dat levert natuurlijk heerlijke televisie op. Goedemiddag met Chinese meer. Hallo met Bauer, met Frans. Hallo. Ben jij Shirley? Ja. En Shirley, ik moet weer Chinees hebben. Ja. Voor de Bauers is het leven zonder afhaast Chinees en Shirley natuurlijk ondenkbaar. Maar om het echte Chinese eten te ervaren, moeten Frans en Maris wel eventjes een drempeltje over. Wij kennen niks van onze eigen Chinees. Niks op de kaart werd ik herkend. Mijn bami is anders. Het is niet te geloven. Bewegen. Je leven nog. Nee, dank je. Wat is dit dan maar eens? Hele kuikentjes. Eet jij dat ook allemaal? Nee, eet zeker je dit? Niet. Eigenlijk alles behalve Chinees moet ik heel erg kennen, ja. In China vallen de Bauers van de ene verbazing in de andere. Als je dit in de donker hebt, dan krijg je een tekst van je. Ongelooflijk. De gemiddelde garage in Nederland is even groot. You are living here with two children, another daughter. Oké. Okay. Wat zat er nu in zitten, hè? Nee, joh. Dit is echt het allerkleinste stringetje die ik ooit heb gezien. Maar wat is dit dan in godsnaam? Wat is dit dan? Ondanks alle pret laten de Chinezen zich vaak even moeilijk lezen als de plaatselijke menukaart. What's happening? Wat gaat er gebeuren? Lopen. Lopen? Ik snap er helemaal niks van. Heb je een kabelbaan, moet je eruit. Ja, dan moet je nog een heel stuk lopen. Ja. Dan zou je toch gewoon zeggen van, laat die mensen zitten. Maar gelukkig spreekt Frans een aardig woordje Chinees. I like the pang 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 pang. Pang 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 pang. Ik weet niks. A lot of pang 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 pang. I like this one. A lot of pang pang. I like that. We gaan naar de deur, pang pang pang. Ja, rapapapang, hoe was jullie auto nieuw eigenlijk? Heb je iemand meegenomen uit China? Ja, zeker weten. Ja. Ik ga altijd knallen het nieuwe jaar in. Ja. Hoe was het in China? Het was echt fenomenaal. Het is sowieso een prachtig land. Als je hier Chinees tegenkomt, vind ik toch altijd wel een volkje dat je zegt van, nou ja, ze vallen niet echt op, ze lopen niet in de Polonaise. Ik zie ze nooit knuffelen, maar dat was daar totaal anders in Maris. Ja? De ene na de andere Chinees knuffelen en ik heb met ze gedanst. Gezellig mensen. Ja, hoe heb jij het ervaren? Nou, zoals 's avonds op straat, er waren misschien wel 200 mensen gewoon de hele avond aan dansen met elkaar. Ja. Ja, dat zie je hier in Nederland natuurlijk helemaal niet, maar daar wel. Ik vind het wel grappig. Echt heel geweldig. Elke keer als het dan over China gaat, bij jullie komt dan meteen, doen wij ook, dus komt ja, een rijsttafeltje op tafel. Ja. Ik wou net zeggen. Maar dit is heel anders, hè? Dit vind je daar niet. Nee? Ik heb me echt serieus. Kijk, hier gaan lopen zoeken. Maar dat kennen ze daar helemaal niet. Nee, kennen ze niet. En wat krijgen we allemaal te zien? Het zijn echt jullie avonturen daar. Ja, je krijgt echt een althans vind ik, echt een kijkje in het echte China. We gaan naar plekken waar je eigenlijk normaal niet komt. We ontmoeten Nederlanders die daar wonen, werken. We ontmoeten Chinezen die daar hun bestaan hebben opgebouwd. We gaan naar hele bijzondere plaatsen toe. We maken bizarre dingen mee, dat kan ik je nu al zeggen. Ik denk dat elke week wel een spraakmakend moment heeft. Maar ja, het is in ieder geval, denk ik, 8 weken lang verbazen en genieten over de Chinezen. Ik heb ze, vind ik, echt ontmaskerd. Fijn, iemand moest het doen. Als je de kijkcijfers ziet van de vorige reeks die jullie hebben gemaakt, torenhoog, tegen het miljoen aan, telkens eroverheen. Ja. Hoe kan dat mensen jullie zo leuk vinden als jullie op vakantie gaan? Kom door maar eens. Ik kom door jou. Kom door maar eens. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet hoe het komt. Ja, ik denk dat wij dingen beleven vanuit onze manier eigenlijk. Wij kijken misschien toch met andere ogen naar een land. We vinden andere dingen ook, denk ik, interessant. Dus je krijgt wel een apart stukje tv te zien. Wanneer is de eerste aflevering? Zaterdag 5 januari? Ja. Zaterdag, NPO 1, 9:30, allemaal kijken. Oh. En is dit dan nu iets wat jullie dan elk jaar gaan doen, telkens weer een nieuwe bestemming? Dat is natuurlijk de vraag. Het is ook wel afwachten of iedereen het leuk vindt, natuurlijk. Hmm. En wat is het meest bijzondere wat je gegeten hebt? Want ze houden toch allemaal van levende... Ik heb geen bijzondere dingen gegeten. Ik zal je één ding vertellen. Ik heb nog nooit zo weinig Chinees gegeten als... Oh ja? Dat kan ook goed zijn voor dieet. Dat is ook een soort dieet. Ja. Ik was afgevallen. Ik wilde hem je meegeven, want al het Chinese vette eten... Maar zij zei net, zij hoeft helemaal niet af te vallen. Ik heb geen celluliet. Je moet eerder aan eten dan aankomen. Dan moet je dieren eten hier.
een kipfilet. Dan ga maar dan Frans, werkt het ook bij mama? Werkt het ook bij mama? Hebben mannen trouwens? Zullen... Nee, eigenlijk nee. Werkt het niet bij mama. Nee, waarom niet? Ze komt binnenkort met een mannenboek, dan kan je helemaal los. Oh, nou, dan willen we die graag hebben. Eén klein laatste nieuwtje nog. Een DJ Hartwell is natuurlijk gestopt, hè, als DJ zijnde. Morgen brengt hij ineens toch een nieuwe track uit. Heeft hij zojuist bekendgemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. En wij gaan lekker Chinees hier. Ik denk dat bedankt dat jullie er waren. Dit was RTL Boulevard. En tot morgen. Beetje sambal erbij, of niet? Aflevering gemist?